Mijn naam is Ron Boshart en dit is Tunnelvisie, de podcast. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Tunnelvisie, de podcast, waarin wij aflevering 6 alweer van seizoen 11 van De Mol gaan bespreken. En we, dat zijn Dien, Corné en mijn naam is Sam. Mannen, hartelijk goeiedag, deel. Hallo. Normaal nemen wij, kleine side note, maar normaal nemen wij op woensdagavond op. Het is nu dinsdagavond en dat komt omdat het morgenavond op donderdagochtend is het natuurlijk Koningsnacht. En dan gaat Corné zich helemaal lamzuipen, toch? Of niet? Dat weet ik nog niet. Misschien moet ik wel gewoon rijden en dan kan ik niet drinken, hè? Ja. Maar in ieder geval, je gaat lekker uit je dak. We gaan even lekker uit de zakkie. Ja, precies. Ja. Helemaal. En bij Tilburg. Tilburg zingt. Tillywood. Helemaal van de vlos af. Hoppakee. Nou, dan hebben we dat uit de weg. Dus het zou zomaar kunnen zijn. Dat weet ik nog niet. Maar ja, als je dit aan het bekijken of beluisteren bent, dan weet jij het als kijker natuurlijk, of als luisteraar inmiddels al wel. Het zou zomaar kunnen dat deze Tunnelvisie de podcast ineens op woensdag komt en dat de top 11 met Silke dan ineens op donderdag komt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ben helemaal van mijn apropos nu. Nou, sowieso hè, Dien, na aflevering 6. Ja, dat sowieso, ja. Vertel, wat ging er in jouw hoofd om? Nee, niet zoveel meer, eigenlijk. Het voelde als zaagsel in mijn hoofd. Het was echt, ik zat na de aflevering, ik moest echt 5 minuten even bijkomen. Ik denk, waar heb ik nou naar zitten kijken? Oh nee, er komt een podcast aan. Sam wil weer een uur vol lullen. Ik weet het gewoon niet meer. Hoe zei Ruben dat nou ook alweer in aflevering 5? Wat zat er ook alweer in zijn hoofd? Saus. Ja, bij mij zaagsel. Het lijkt aan de buitenkant alsof ik het allemaal bij elkaar heb. Maar van binnen is het saus, ja. Ja, tijdens deze podcast kom ik vol zelfvertrouwen over. Maar zodra de microfoon uitgaat, heb ik geen flauw idee. Groot gelijk. Ik denk heel eerlijk dat natuurlijk bij heel veel mensen gewoon het geval is. En ja, weet je, we weten niet voor niks Tunnelvisie de podcast. Dat hebben we ook al meerdere malen gezegd. Afgelopen Wie is de Mol seizoen natuurlijk. Af en toe, dan vliegt je mol eruit. Of degene die je het meest verdenkt. Ja, dat is nou eenmaal, dat hoort erbij. Het hoort erbij. Ja, maar ik heb 2 tunnels en de een vliegt eruit en de ander vind ik ineens niet meer verdacht. Ja. Ja, dan blijft er geen tunnel meer over. Nee, dan blijft er weinig meer over, nee. Corné die zit inmiddels gewoon heel erg relaxed en rustig en die denkt, ja jongens, wacht maar. Ja hoor, ja. Oh, het wordt weer zo ranomi, hè. Ja. Dat het uiteindelijk toch weer iemand anders blijkt te zijn. Ja, maar nee, ik zit ook lekker in mijn landslottunnel. Zo is dat. We hebben nog even 1 kleine shout-out te doen. Dat doen wij naar Milene Nijssen. Die heeft ons namelijk een YouTube-linkje gestuurd van een zeer interessant gesprek. Dat was Margriet weer even. En zij zegt daarbij, dit is een interessant gesprek voor in jullie podcast Tunnelvisie en de stagiaires van Dien. Dus dankjewel Milene. Tussen de 16 en de 17 minuten starten ze met vertellen over het testen van de mol opdrachten. Nou, we hebben dat eventjes bekeken, beluisterd. Dat is zeker een interessante podcast van, ik meen dat zij Supergaande heten. En dat zijn mannen die sowieso al heel veel met de mol doen dit jaar. Ook in Café de Mol. Is dat Supergaande of heet ze Supercontent? Supercontent, dat was hem. Juist. Ja. Juist. Excuus. Ja, en de podcast heet Achter de Schermen, toch? Ja. Klopt. Ja. En in die podcast interviewen ze ook altijd iemand een klein stukje over een geheim. Of vertellen ze iets van achter de schermen wat niemand weet of wat weinig mensen weten. En dan wordt er door een van de medemakers, zou je kunnen zeggen, van De Mol, wordt er gezegd. De opdrachten, heel vaak lees ik op Twitter of hoor ik her en der, heeft hij in onze podcast ook vaak kunnen horen, mocht hij luisteren, dat wij denken, deze opdracht kan niet getest zijn, want die is gedoemd om te falen. Gedoemd. Dat had nooit kunnen werken. Hij zegt in die podcast, alle opdrachten, maar dan ook echt alle opdrachten, die zijn op voorhand getest bij Woestijnvis met ex-kandidaten van de Mol. Wat super vet is. Als jij een ex-kandidaat bent, dat jij gewoon nog jaar na jaar eens een keer teruggevraagd kan worden van, hey, we willen weer wat opdrachten testen.
Wil jij voor ons samen met ons wat opdrachten komen testen? Super tof. Ja, en ze doen het ook bewust met oud-kandidaten. Hè? Want die weten hoe dat het spel gaat. Dus die kunnen daar ook gewoon qua gedachten als een spel daarmee omgaan. Ja, precies. Ja. Nou, in de podcast gaven ze aan dat het op een grasveldje bij Woestijnvis gebeurt op een zondagmiddag. Ja. Maar dan vind ik het toch knap dat ze toch zo'n treinrails hebben gebouwd daar. Zeker. Met een supersnelle trein die daar overheen komt jagen. Ja. Nee, en toen even hebben getest. Ik denk dat Gilles de Koster daar gewoon met een winkelwagentje als een gek met vijf oude kandidaten erin. Gooien. Ja. Nee, maar het is wel tof dat onze luisteraars dan wel kijkers dit soort dingen naar ons toe sturen. Ja, vind ik super tof. Worden wij ook weer wijzer van? Worden wij ook weer wijzer van? Ja, werd ook getagd op Facebook zo'n beetje. Ja. Van dat mensen ons wezen dat er stagiaires wild rondlopen. Ja, precies. Ja. Jeetje. Oh, die wil ik niet tegenkomen hoor. You just encountered a wild stagiaire. Ja. Zullen we de aflevering eens even lekker induiken? Ja, laat maar doen. Ja, daar zitten we hiervoor, toch? Precies, zo is dat. Ja. Corné is de enige die lekker zit. Ja. Corné, kun je ons eens eventjes meenemen door het begin van de aflevering? Of in ieder geval, doen we anders. Je mag zo meteen opdracht 1 aftrappen. De high school, als je dat oké vindt. Ik kijk Corné even aan en die zit al half te panikeren. Nee, maar... Doen we gewoon weer even, hè? Nou, mooi. Hij heeft alles genoteerd. Ja. Want ik sla natuurlijk heel veel dingen over. En dat komt omdat deze intro allemaal een beetje anders is dan dat we hem normaal doen. Nou, begin met de filmquote. Ja. That taxi driver's been staring at us uit, je raadt het nooit, Taxi Driver uit 1976. Dus wat we ook voor theorie aan die jaartallen, die kan echt van tafel af inmiddels. En het zou zomaar kunnen zijn dat er nog wel iets in zit, maar dan is het niet iets wat met die jaartallen te maken heeft. Althans, dat gaat er bij mij niet in. Nee. Eerder met films. Ja, eerder met de films, maar eigenlijk wijzen alle filmquotes naar... opdracht. Ja, een opdracht of het overkoepelende thema van de aflevering. Ja, precies. Wat je er eventueel wel uit zou kunnen halen, is dat het allemaal films zijn natuurlijk. En dat veel van die films ook... best wel een soort van niet nagedaan worden, maar dat die wel verwerkt lijken te zijn in de opdrachten. Zo hadden we de DeLorean, hè, toen Commie er eigenlijk een rood scherm kreeg. Zo hadden we in deze aflevering hadden we de bus uit Speed, bijna 1-op-1. Qua principe, qua concept, qua hoe die eruit zag ook nog best wel. Echt zo'n Amerikaanse. Qua muziek ook. Ja, qua muziek ook, ja, inderdaad. Dus ja... Ik meen dat Lancelot heeft gezegd dat hij echt een gigantisch filmfan was bij een van de eerdere opdrachten. En zelfs volgens mij in de eerste aflevering. Dus dat zou wellicht iets kunnen zijn. Ja. Corné, ik kijk jou even aan. Dat zou wellicht iets kunnen zijn. Sowieso. Sowieso is dat echt helemaal in mijn straatje. Dus sowieso is het een dikke hint naar Lancelot. Precies. Nou, hier. Ja. Daar gaan we. Dag 13, die start. En die start bij Gus Balin's restaurant. En daar zien we eigenlijk een vreemde man op de parkeerplaats lopen met een oortje in. Die begint dan naar een taxi toe te lopen. En je hoort dan die scrambled stem van de mol. En godzijdank krijgen we daar ondertiteling bij, want anders hadden we er helemaal niks uit kunnen halen. Nou, die begint meteen een Adele-song te blaren. Hello, it's me. Can you hear me? En dan start the car en let's do this. En dan start gewoon de aflevering. Ja. Ja. Dus dat is een mooie... Nou ja, ik krijg hier niks nou, terug. Ik krijg hier zal niks ik, zal, ja, nou, zal ik vertellen over het papiertje? Ja, doe maar even. Er lag een papiertje tussen de broodtrommels. En op het papiertje stond... dat ze een broodpakketje moesten maken, want ze gingen lunchpakketje, naar school. Ja, een lunchpakketje, ja precies. En dan was het nog heel grappig, want ja, er lagen 3 man buiten. En zeiden, kun je dat briefje niet naar hier brengen? Dus dat briefje is naar buiten gebracht. Was inderdaad wel een grappig momentje. Ja. Maar ze moeten dus les gaan geven op school. En eentje moet dus echt een les gaan geven. Ja. Nou, Thomas die geeft eigenlijk al aan, die wil daar niet. Want dat doet hij in het dagelijks leven al. Dus hij had geen zin om les te gaan geven. Uiteindelijk neemt Lancelot die rol op zich. En dan zijn er 2 speurneuzen. En dat worden Thomas en Commie. Ja.
En Ruben en Toos, dat worden de... De deugnieten. Kattenkwaad uithalers. Ja. Ja. Die moeten kattenkwaad uithalen. Lekker scrabblewoord weer, Corné. Kattenkwaad uithalers. Ja, ja, precies. Ja, wat is mij daar verder in opgevallen? Ik vond het heel apart dat Ruben... Of nee, dat Lancelot tijdens de les gewoon... En dan moeten jullie van plaats wisselen. Ik denk, hoe komt hij daarop? Is dat dan... Ik heb daar iets mee, met die klap-klap. En dat is het volgende. Ik kreeg, en Corné loopt natuurlijk zoals altijd op cruciale momenten weer vast. Dus ik wacht, en ja, daar is hij weer. Hij is er weer, godzijdank. En hij loopt, ja, hij is er weer, oké. Ik kreeg van Sander toegestuurd. Sam, ik denk dat er een hint zit in die klap-klap. Dus toen zei ik, oké, vertel. Toen zei hij, klap-klap is morsen voor M. M van mol. Dus als je klap-klap omzet in morsen, dan is dat een M. Oké. En een M kan naar mol wijzen. Dus dat is een theorie die langzaamaan een soort van frictie krijgt. En... Ik moet wel zeggen, Lancelot gaat niet echt voor die positie. Dat wordt echt in de voeten geschoven door Ruben. Ja en nee, ja en nee. Lancelot zegt namelijk, voordat die opdracht start, dus als ze nog op hun slaapplek zijn bij die broodtrommeltjes, dan zegt Lancelot aan de hand van die 20 broodtrommeltjes die er liggen, want er liggen 20 broodtrommeltjes, dan zegt Lancelot, let maar op, we moeten gaan lesgeven voor 20 leerlingen. En dat is letterlijk wat er daarna moet gaan gebeuren. Ja, dus, maar dat heeft er niets mee te maken dat Ruben zegt, doe jij dat dan maar? Nee, dat klopt, dat klopt. En kijk, Ruben die brengt het op een manier dat ik denk, ja, ik denk niet dat er heel veel anderen zijn daar die from the top of their minds, zeg maar gewoon Amerikaans, Engels kunnen spreken in een tempo, in dat tempo. Ja. Dus ja, ik... Want ik las ook ergens dat het misschien wel gewoon door de productie was ingefluisterd. Althans, naar Lancelot toe, dat hij dit ook moest doen. Omdat er ook best wel wat momenten waren dat hij niks kon zeggen. Dus om die momenten een beetje te vullen. Dat die leerlingen in ieder geval nog iets aan het doen waren. Ja. Omdat hij de hele tijd moest wachten totdat ze weer in zijn oortje gingen roepen. Ja, dat deed hij natuurlijk... vond ik heel slim door onder andere direct die klap-klap in te voeren. Dan hou je en een beetje de actie erin. Dus dan hou je het voor die leerlingen op zich ook nog wel interessant. Even puur vanuit een docent gezien, hè. Dus je houdt de vaart erin, je houdt de interactie erin. Dus op zich zijn dat best wel juist goede dingen als docent om te doen. Zodat ze letterlijk bij de les blijven. Aan de andere kant... Het blijft het programma De Mol en daar blijft een mol in zitten. Je zou ook kunnen zeggen, hij voert ze tijdens die opdracht al met heel veel per ongeluk foute informatie. Daarna corrigeert hij dat weer, daarna corrigeert hij dat soms nog een keer. Afhankelijk van wat hij terugkrijgt van Commie en Thomas natuurlijk. Dus je zou ook kunnen zeggen, die klap-klap en dat wisselen, dat zorgt voor driedubbele verwarring bij die leerlingen om alles te onthouden. Maar ja, aan de andere kant, ze mochten alles noteren. Dus ik denk niet dat dat voor de slechte cijfers gezorgd heeft. Nee. Dus ik vond het... En volgens mij is het wel echt... Het is ook wel echt iets om dat in het onderwijs wordt gebruikt. Ja. Om focus te houden. Volgens mij heb je in Nederland heb je focus 1, focus 2. Dat is ook met dat klappen. Ja. Ja, het is wel om de focus erbij te houden. Ja, zeker. Dus het zou misschien ook wel wat weer kunnen bijdragen. Dat ze het juist wel... Ja, absoluut. Absoluut. Dan zijn er ook, en ik wil zo meteen, Corné, want jij was natuurlijk deze opdracht aan het uitdiepen. Maar ik wilde nog wel even vermelden, voordat jij verder gaat, dat heel veel mensen Lancelot hier heel verdacht vonden, omdat hij dus constant dingen opnieuw deed. En nee, sorry, ik ga er toch op terugkomen. Nou, ben ik geen grote kenner van al die Vlaamse feitjes. Dus dat maakt het voor ons als Nederlanders toch wel ietsje lastiger tijdens de uitzending. Later kunnen we dat opzoeken, maar dat is wel heel veel zoekwerk ook voor ons. Ik vond, heel eerlijk, hij zei sommige dingen wel fout, maar dan kwam Commie af en toe, niet altijd, bij de basketbal bijvoorbeeld niet, maar dan kwam Commie eigenlijk met het goede antwoord en dan gaf hij dat wel. Dus hij verbeterde dat dan wel. Dus dan dacht ik, ja, je had het ook gewoon niet kunnen verbeteren of
kunnen doen alsof je het niet gehoord had. Of, maar goed, dat zijn mijn 5 cents. Oké. Mijn 2 cents, moet ik zeggen. Ja. Nou, dan ga ik nog even door, want er viel natuurlijk veel meer op. Ja, zeker. Het was bijvoorbeeld de bedoeling dat Ruben en Toos ministers af moesten schieten met een stiekje. En dan moesten ze de ministers afschieten die geen minister-president waren geweest, als ik het goed heb. Of geen premier waren geweest, ja. Zo moet ik het zeggen volgens mij. En Ruben schiet daar gewoon de verkeerde af. Nou is het volgens mij al, ja, ik wil niet gelijk zeggen van Ruben, jij bent de mol, want... Volgens mij is het ook nog best lastig richten met zo'n stiekje. Dus ik kan me voorstellen, en zeker ze stonden best wel dicht bij elkaar, dat dat af kan wijken en dat je dus gewoon per ongeluk de verkeerde kan afschieten. Ja. Wat verder nog opvalt is, als Lancelot op een gegeven moment een naam op gaat schrijven van een fun fact, dan schrijft hij een naam op. Nou ja, je ziet de voornaam en voor de rest staat er een krabbeltje. Ja, ja, je ziet helemaal niet wat er staat. Ja. Thomas, die loopt enorm vaak naar de bieb. Ja. Nou ja, die is dus niet de mol. Dus ja, die notitie sloeg nergens op. Ik ben er vastgelopen. Ja, en ik ben er weer. Ben ik er niet? Ja, je bent er zeker. Ja. Nou, Thomas liep heel vaak naar de bieb, zei ik. Dat had ik opgeschreven. Maar ja, dat slaat natuurlijk nergens op, want Thomas is eruit. Dus dat was eigenlijk gewoon een molstreek om zichzelf te verdacht te maken waarschijnlijk. Ik denk het, ja. Ik heb eigenlijk niks over Commie. Ja, ik vond Commie nogal warrig. Ik vond Commie nogal alle kanten... De eerste keer bleef ze ook lang weg, ja. Althans in de montage. Ja, en ik vond haar een beetje alle kanten op gaan tegen Lancelot. Want Lancelot die had eerst... dat moest het volleybalteam zijn. Hij dacht dat dat het basketbalteam was. Dus hij zei basketbalteam. Dat bleek dan volleybalteam te zijn, als ik het goed zeg. In ieder geval, het was geen basketbal. Laten we even zeggen volleybal. Nou, dat had Commie hem ook gezegd. Nee, het is volleybal. En toen kreeg Commie een random ander sportboek van Thomas weer terug. En toen zei ze, oh nee, het is toch basketbal. Dus toen, ja. En dat heeft hij gewoon klakkeloos overgenomen. Dus hij zei, oh nee, nee, het is toch basketbal. Terwijl ik denk, dat zijn drie Vlamingen die... En nou leek de naam van het basketbalteam en van dat volleybalteam heel erg op elkaar. Begreep ik uit de voice-over van Gilles. Maar dan nog, denk ik, jullie zijn daar dus met z'n drieën op dat moment. Dan zal er toch wel één van jullie tussen zitten die wel weet hoe de vork dan echt in de steel hoort te zitten. Lijkt mij. Ja. Ja. Zouden jullie weten hoe het Nederlandse basketbalteam, hoe je dat noemt? Nee. Het hockeyteam? Nee. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Het enige wat ik weet, dat is voetbal en dat is de Oranje Leeuwen en de Oranje Leeuwinnen. En voor de rest, ja... Maar dat is ook een stukje desinteresse, denk ik. Ja, ik ben gewoon geen sportpersoon. Nee. Nederlandse bobsleeteam is dat de Orange Bullet. Zo. Dat zou heel goed kunnen. Ik denk het wel. Ja. Ja, zoiets. Ja. En in het Vlaams, de Bullet Devils of zo. Maar ik vond het best wel knap hoe snel ze nog met antwoorden kwamen met al die stapels boeken die ze mee terugnamen. Ja. Ze hadden maar een paar minuten, maar ze kwamen toch hier en daar met een goed antwoord. Ja, ik had ook nog opgeschreven van Thomas van, hij neemt alleen maar voetbalboeken mee aanvankelijk. Oh, wat slim, ja, wat slim, wat slim. En toen dacht ik, oh, hij is het niet. Nee. Hey, even iemand die we nog niet hebben genoemd, maar wat vond jij van Toos, Corné? Want die doet hun hulp goed. Ja. Toos doet een hoop goed. Ruben deed ook een hele hoop goed. Want ja, die twee fun facts op zijn laatst, die hebben ze dan wel gehaald. Nou heeft natuurlijk Lancelot heel veel tijd gerekt bij de allerlaatste fun fact om die nog even goed door te geven. Terwijl eigenlijk had hij alleen maar te hoeven te zeggen van ja, vals geld, bla bla bla. Want dat was eigenlijk ook het antwoord op de vraag. Maar daar maakte hij zo'n lang verhaal. Ja, toen was die tijd gewoon op. Wat natuurlijk weer voer is voor mijn tunnel. Ja, hij schreef ook iets op een A4'tje. Dat deed hij eerst. Dus hij begon toen hij de fun fact kreeg, toen schreef hij iets op een papiertje. Dat papiertje dat hield hij echt achter zijn rug. Dus het was niet van, ik heb dat even hier voor me liggen en dan ga ik iets. Nee, hij hield het letterlijk achter zijn rug. Toen begon hij dat hele lulverhaal en toen ging de schoolbel en was hij dus klaar van, oh shit. En toen dacht ik, nou dan kunnen er dus twee dingen aan de hand zijn. Of hij is de mol en hij denkt, dit ga ik nu net zo lang rekken totdat die bel gaat, want dat moet nu ergens gaan gebeuren. Want anders hadden ze mij die fun fact niet gegeven. Dat betekent dat de minuut al is ingegaan.
En dan heeft hij op dat papiertje iets geschreven, net zoals in zijn molboekje, hè, in de vorige aflevering van Ben ik de Mol. Ben ik de Mol, dan heeft dat hij zo'n papiertje, ja. Bijvoorbeeld. en dan komen we er straks in de allerlaatste aflevering, nadat we al weten wie het is, komen we erachter dat hij daar iets echt een gigantische hint heeft opgeschreven of zo. Dat zou kunnen. Of hij probeert zichzelf zo verdacht mogelijk te maken, omdat hij denkt te weten wie het moet zijn en hij wil dat de rest op hem gaat. Dat zijn de twee opties in mijn hoofd. Ja, ik zat wel maar aan echt, de andere kant, ja? als hij daar iets heeft opgeschreven op dat papier. Kijk, Thomas en Commie, die zaten te kijken in die les. Dus die konden gewoon zien wat hij daar deed. Dus als hij inderdaad een papiertje omhoog gaat houden voor de camera of zo, dan hebben hun het ook gezien, hè? En later ook Ruben en Toos. Nee, want dat papiertje was op dat beeld wat zij zagen, was hetzelfde beeld als dat wij te zien kregen als we hem mm-hmm. zagen. En soms zagen we nog ingezoomde stukken van een cameraman die daar gewoon nog extra stond, denk ik. Oh zo, dat hij het dan heeft gefilmd. Ja. Toen ik het zat te kijken, dacht ik wel van, oh, Corné die heeft nu echt een molgasm. Ja. Het kan niet anders. Het is echt... Ja. Ja. Dus dat was heel vreemd. Maar Toos en Ruben, ja, Toos deed alles goed. Die deed alle drie de deelopdrachtjes tot het beste van ze kunnen. Althans, zo zag het eruit. En Ruben, ja, die vernachelde de eerste. Maar dan vraag ik me ook af, hoe goed kun je daar wel of niet mikken? Want die dingen staan en allemaal tegen elkaar aan. En ja, kun je daar echt zo goed mee expres fout mikken? Ik weet het niet. Dus voor de Ruben-tunnelaars, en die kant ga ik nu toch echt wel een beetje op. Ik denk als Ruben de Mol is, wat ik op zich wel wil geloven ook, dat Toos hem daar zo op de hielen zat, dat hij dacht, oké, ik kan gewoon niet al te veel nu. Nee. Misschien, want Toos heeft volgens mij ook al gezegd dat hij echt op één iemand zit. Ja. Misschien weet Ruben dat hij, als hij de mol zou zijn, dat Toos hem al helemaal verdenkt. Bijvoorbeeld. Probeert hij nog wat goeds te doen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar ja goed, ook al wordt hij verdacht. Kijk, hij schiet dan inderdaad de verkeerde minister af. Maar bij dat stoeltje schuiven, volgens mij zat hij op die stoel, had hij echt wel even met zijn voetje kunnen remmen van, oh nou stoppen per ongeluk in brons. Ja, ik weet dus niet of ik dat dan zou durven, omdat Toos echt nog geen 2 meter achter je dan staat. En dat die houdt jou 100% in de gaten daar. Dus ik snap je, maar ik weet ook niet of ik als mol daar iets had durven te doen. Ja. Ik had wel... En hij deed ook nog met dat appeltje in dat ding. Daar had hij ook gewoon helemaal mis kunnen maken natuurlijk. Dat is hè? Waar, dat is helemaal waar. Dat was moeilijk. Ja. Dat was moeilijk. Toos heeft dat meer vergald dan Ruben daar. Ja, ja. Die heeft daar meer tijd gerekt dan Ruben. Wat Toos dan weer wel heel erg goed doet, is op het moment dat ze met die allerlaatste fun fact die ruimte binnenkomen van Commie en Thomas, dat hij echt bijna schreeuwt, hallo, geef die fun fact. Ja. Met andere woorden, hup, tempo jongens, want anders redden we het niet. Dus ja, dat is dan ook weer niet verdacht. Nee. Moeilijk. Ik zat ernaar te kijken en dan denk ik ook bij Lancelot wat hij deed. Het is natuurlijk wel opvallend, want ze zitten alle vier op een camera naar hem te kijken. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je vergeet hoe lang een minuut duurt. Ja. Als je zo aan het presenteren bent. Ja. Ik heb soms ook wel eens dat ik deze podcast terugluister. Dat ik denk, Dien, wat praat je toch verschrikkelijk langzaam. Of doe eens wat sneller. Ja. Maar ik, over het algemeen vond ik het Lancelot. Ik vond dat hij eigenlijk hartstikke goed deed. Voor een niet-docent. Die jongen die straalt iets uit dat het hem helemaal niks interesseert wat anderen van hem denken. Nee, en hij doet het heel relaxed, heel rustig stond hij daar. En dan ik vond het ook zo briljant, en dan gaan we daarna lekker door. Maar ik vond het ook zo briljant dat hij daar op een gegeven moment zegt, I speak Belgian, for example. Commie, schiet eens een keer op, want... mooi. Dus ik word hier heel ambetant. Ja, ik word hier heel ambetant van, ja. Dat vond ik zo mooi dat hij dan tegen die studenten zegt, zo spreek ik Belgisch, let maar op. En dat hij dan, terwijl dat hij Belgisch spreekt, dat hij tegenkomt en zegt, hallo, gaan we nog een beetje tempo maken? Of, Ik had ook wel mooi gevonden als hij had gezegd van, I bribed 3 cops in Malawi. Ja. Dat had wel echt heel mooi geweest, ja. Dan zien we s'avonds de rol. Of eerst voor deze opdracht nog even. Er is dus €3000 blijven liggen bij deze opdracht. Dit was zo'n alles of niks opdracht. Of €3000 of niet. Dus dat doet de mol het toch niet al te slecht. Of de mol heeft gewoon veel te veel hulp gehad van de rest. Dan krijgen we door... Het viel wel toch wel op dat ze echt, dat heel veel van die studenten precies op het randje zaten. Dat was ook wel... Ik denk, hij heeft Lancelot gewoon mee zitten tellen hoeveel hij goed heeft gegeven. Ja,
Ja, zou zomaar kunnen. Dan krijgen we de roller disco even als tussendoortje. Thomas die glijdt over de vloer en Ruben glijdt uit. En daarna gaan de kandidaten één voor één de taxi in met de handpop. En ik krijg daar nog steeds gewoon vieze beelden bij in mijn hoofd. De handpop van de mol. Ja. En daar vallen natuurlijk ook wel wat dingen op. Dien, heb jij daar wat opgeschreven toevallig? Het begint natuurlijk met het stuk in de auto. En daar had ik wat opgeschreven. Wel met een tunnelvisie. Mm-hmm. Vooral met Ruben. Ik kijk even nog wat ik op had geschreven. Maar Ruben krijgt te horen, volgens mij als een of ander herken je me niet. Ja. En dan dacht ik van, nou ja, alsof hij tegen een spiegel praat bijvoorbeeld. Vond ik best wel opvallend. Ook dat die handpop zegt dat Ruben het de mol wel heel makkelijk maakt dit jaar. Vond ik ook een beetje een vreemde uitspraak. Ja, en de mol zegt tegen Ruben dat Ruben schattig bezig is. Dus misschien moeten we het woordje schattig ook maar even in de gaten gaan houden de komende afleveringen. Of iemand dat nog een keer gebruikt of niet. Is ook al best wel apart. Ja. En ik vond ook, Ruben kreeg als enige, volgens mij, niet de vraag of hij al een idee had dat hij goed zat op de mol. Klopt. Volgens mij heeft hij die vraag als enige niet beantwoord. Op beeld dus niet, dat nee. waren eigenlijk nee, dus dat waren eigenlijk de dingen die ik bij Ruben op wat me opviel. Ja, ja en nog één ding, bij Lancelot. De handpop van de mol die zegt tegen iedereen... Hey, Commie, hey, Ruben, hey, Thomas. En tegen Lancelot zegt hij dat niet. Nee, maar Lancelot zie je dus wel terug... kijken naar die bril. Hallo mol! Ja. 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 Dus dat zijn met name de dingen die daar opvielen, ja. Ja, ja en nou, kom je, zeg maar. Nou, wat mij dus opviel, en ja, weet je, dat kan natuurlijk ook door het accent van die chauffeur komen, maar die praat dus letterlijk de mol na. En ik moest bij sommige woorden gewoon aan Commie denken. Ja, gek hè, dat had ik ook. Ja. Ja, ik snap je heel goed. En of dat er dan aan het accent van die Amerikaan ligt, of dat je het zo goed aan het nadoen is, dat het Commie gewoon is geweest. Ik vond sowieso dat die handpop van de mol, dat hij heel goed dat nasprak, maar echt heel goed. Voor een Amerikaan helemaal. Weet jij wie het was, Sam? Nee. Was een... Nee, hij zei zeg maar in de aflevering, herken je mij niet? En ik zat echt tegen mijn tv, nee, geen idee. Dus, was er niet bij een van jouw video's waar iemand commentte, ik ben de naam even kwijt, die had het via Google Lens of zo, die man voor Google gehouden. En daar kwam naar voren dat het een Vlaamse zanger was die Ruben heette. Maar ik weet niet of dat een hint is, maar ik weet niet waar ik dat heb gelezen, ik las dat ergens vanmiddag. Luister. Ja, maar dan hadden ze toch wel gezegd, herken je, ja, je bent die Vlaamse zanger. Ja. Ja. Jij bent Ruben, toch? Ja. Ruben. Nee, ik gok van niet. Maar ja, hey, luister, alles kan. Misschien komen we er over drie weken, geloof ik, komen we er wel achter dat hartstikke klopt wat jij nu zegt. En dat ik je voor niks heb zitten uitlachen. Ja, kan allemaal. Hey, toelachen toch? Ja, dat bedoel ik. Dit is de meesterlijke hint die ik heb opgeschreven. Zeker. Nee, dit is een hele goede hint. Beter dan dit wordt het niet. Ja, en dan gaan ze de opdracht spelen met de mol, dan wel de handpop van de mol. En ik raakte daar toch oprecht wel een beetje teleurgesteld in de mol, wie het dan ook mag zijn. Vanwege het resultaat? Ja, er kon daar extreem veel geld uit de pot. Werd ook gezegd door Jill. Jill. En ik weet niet hoe ik daar nou toch op kwam. Jill, de beste man can get. Ja. Ja, precies. Gillette. En er kon ook heel veel plusgeld verdiend worden, maar er kon ook extreem veel uit de pot. Het was eigenlijk een relatief simpel kaartspelletje. En op Toos na moesten alle anderen die na Toos kwamen, want Toos ging als eerste, moesten nog een, is dit een koffer of is dit een origineel? Het waren allemaal koffers, letterlijk. Er zat geen enkel origineel tussen. Nee. Niet één. Nee. Dus, ja... Ik had wel twee dingen... Ja. Dan begin je elke keer tegelijk met praten. Ja. Nee, ik had dus toen dat eerste nummer kwam van Whitney Houston, ik dacht dus van, je moet horen of dat het een
imitatiezangeres of de echte is. Dus ik, nou, dit is toch gewoon het origineel? En ik denk, ach, frek, nee, tuurlijk niet, want het origineel is van Dolly Parton. Ja, dat wist ik ook niet, maar... Nee. Nou ja, toen hij het zei, dacht ik, oh ja, dit wist ik ergens in de krochten van mijn hoofd, wist ik dit wel, maar op dat moment denk je daar volgens mij ook echt niet aan. Ik heb hier twee dingen opgeschreven wat me wel opvielen. Ja. Althans, één ding wat me opviel, ander wat me leuk leek. Ik vond het zo gek dat Toos geen muziekfragment kreeg. Ik denk, waarom krijgt hij er geen een? Moesten ze ergens op wachten? Of deed die jukebox het niet of zo? Vond ik gewoon heel vreemd. Waarom dat ineens alleen maar de tweede kandidaat dat ze daarmee begonnen? Dat was waarschijnlijk omdat hij startte natuurlijk de opdracht. Dus daar zitten er al die stopkaart in. En daarna werd het steeds opgehoogd. Hè? Dus als we dat vanaf begin af aan al doen, dus dan... Oh, zo. Ja, dat is ook zo. Ja, nee, je hebt gelijk. En wat ik later zat terug te denken, en dat zei volgens mij ook een van de kandidaten, dat de mol daar gewoon heeft kunnen liegen wat er werd omgedraaid, want ze konden niet meekijken. En dat vond ik vooral bij Commie, die bleef maar die kaarten zo doen. En die zei de hele tijd 100, 100, 100. En toen zei ook iemand van, oh, jij hebt een hoop 100. Dat zou ik heel leuk vinden als de mol daar echt gewoon keihard heeft lopen liegen wat er werd omgedraaid. Dat zou ik heel vet vinden. Nou, op een gegeven moment heb ik ook nog Café de Mol gekeken. En volgens mij liet ze daar ook nog een stukje zien dat het lijkt alsof ze iets zegt wat dat er iets anders ligt of zo. Maar ik heb dus nog niet heel de aflevering terug zitten kijken om dat ook nog eventjes te bekijken. Maar misschien dat een van de... Ja, dat dacht ik wel. Maar als een van de luisteraars of kijkers dit misschien ook heeft opgevallen, dan laat het maar even weten, hè? Laat het ons even weten, ja. Ja. Hier ergens, onderin. Ja, of even op Instagram, @tunnelvisiepodcast. Dat mag ook natuurlijk. Precies. Dat mag ook. En als je dat niet kan vinden, kijk Buiskinderen. Dat mag ook nog, ja. Staan we daar ook op, joh? Nee, daar staan we niet op, maar... Jullie hebben een hele TikTok. We moeten het even hebben over de gebaren die de mol heeft afgesproken met de handpop van de mol. Ik ga even als eerst, dat kan natuurlijk alles zijn. Want iedereen die zei daar gekke dingen constant, iedereen maakte daar constant rare gebaren. Ik heb Ruben een paar keer met 3 vingers in zijn nek, met 2 vingers in zijn nek, een beetje over zijn nek zien wrijven. Dat deed Ruben een paar keer. Commie die ontweek, zeg maar, een blik en dan had ze weer wel een blik. En Commie deed inderdaad met haar handen zo en dan weer zo en dan weer zo. Klopt. Dan had je Toos en die zat best wel, vond ik dan althans, een beetje zenuwachtig daar de hele tijd. Nadat hij voor het eerst zelf was geweest. En bij Commie, op het moment dat... Want de mol staat daar op een gegeven moment buitenspel. Want de mol heeft daar een stopkaart. Dus dat betekent dat de kandidaat die daar dan nog zit, Commie in dit geval, die mag doorgaan zolang ze wil. Totdat ze een stopkaart of totdat ze denkt, dit is genoeg. En dan zegt Toos, ja, draai maar. Ja, nee, draai maar, joh. Nee, ja, maak het uit. Draai gewoon. Ja, maximaal 200 hebben we nou verloren. Hup, draai. Met andere woorden, dat kwam een klein beetje over op mij. Dat hij daar de mol is en dat hij denkt, ja, deze ronde kan ik verder toch niks meer doen. Dus laat hem maar net zo lang doordraaien totdat ze op stop zit. Oh, nou ja, ik vond het juist kandidaatachtig. Aanvankelijk vond ik dat dus ook. Totdat ik even heel ver ben gaan doordenken dat ik dacht, oké, nou... De mol heeft gewoon hier net iets te slecht of gedurfd of zijn of haar werk gedaan, denk ik, of kunnen doen. Ja, alleen Commie die had een extra 2000 euro kaart, dus waarom zou die dan het risico lopen om dat te gaan draaien? Ja, that's the question. Maar ik denk trouwens, althans, ik weet niet helemaal of het goed wordt, ik denk niet dat het alle signalen kunnen zijn. Ik denk... Als ik heel eerlijk ben, dat het 2 dingen geweest kunnen zijn. En zo simpel mogelijk. Namelijk, de handpop van de mol had een zonnebril op. Dus wij zagen zijn ogen niet. Dat betekent dat hij gewoon iedereen kan aankijken zonder dat de kandidaat zien wie hij aankijkt. Dat is natuurlijk al briljant. Nou, als je dat gegeven nou neemt, dan denk ik dat de mol 2 dingen kan hebben afgesproken. In mijn optiek. De meest simpele dingen. Die je eigenlijk gewoon nooit kunt achterhalen. Ook met de wetenschap dat de rest ook allemaal rare dingen gaat zitten doen. Expres natuurlijk. Ik zou hebben afgesproken met mijn handpop. Klinkt heel ranzig. Zou ik hebben afgesproken. Als ik je aankijk, ga je door. Als ik je niet aankijk, stop je. Of andersom. Ja,
Dat vind ik een goeie, ja. Of als ik naar links kijk, dus als ik naar de mensen links van mij kijk, of ik kijk naar links, dan ga je door. En als ik naar rechts kijk, dan stop je. Een van die twee opties. Zo simpel mogelijk. Dat vind ik ook een goeie. Ja, en het moet gewoon iets te maken hebben ook met die serveerster. Want elke keer bij die dingen... Ik denk het niet. Nee, ik denk dat die alleen maar expres, expres als afleiding is gebruikt. Ja, dat idee had ik ook. Maar ik vond eigenlijk weer mijn tunnelvisie. Maar dat, want de mol, als die daar op die bakkruk zat, moest die ook een signaal geven aan die meneer met de zonnebril. Ja. En dan vond ik dat mooi bij Ruben, dat hij zo'n X maakte richting die vent. Dat vond ik wel echt een duidelijke, dat ik denk van oké, geeft hij nou gewoon aan van stoppen, mol. Ja. Ja, hij deed een keer zo. En hij deed volgens mij ook een keer dit. Een soort van afrond gebaar. Maar ja, dat kan ook van alles betekenen. Boobies. Nou ja, ik vond vooral Lancelot heel zenuwachtig. Oh, dat is zo. Dat ziet niemand op Spotify. Nee, godzijdank niet. Nee, maar op YouTube wel. Maar vonden jullie ook niet dat Lancelot heel zenuwachtig overkwam in die opdracht? Ik denk, ja... ik vond bijvoorbeeld dat Toos heel erg zenuwachtig-achtig overkwam. Ik vond bij Lancelot minder. Maar ik denk dat je bij deze opdracht ook heel makkelijk zenuwachtigheid voor concentratie kunt aanzien. Ik denk dat iedereen super geconcentreerd was vooral. Ja. Omdat iedereen wilde zien, oké, er is iets afgesproken en we zouden het dus moeten kunnen zien. Want dat zegt Chiel letterlijk. Ja. Maar nou, het einde van de opdracht, dat was ook een, ja, of het is een montage dingetje geweest, maar het is ook weer voer voor mijn tunnel, dat op een gegeven moment Lancelot, die pakt zijn bril zo een keer, zet zijn bril zo weer even goed, en vlak daarna zegt de handpop, stop. En dat vond ik zo typisch, ik denk, ja, dan moet dit toch gewoon het signaal zijn, hij zit aan zijn bril en dat is stop. Ja, kan heel goed, kan. Kan. Maar wat ik dan verdachter vind, is dat ik een andere kandidaat dat hoor zeggen in de edit. Dus Lancelot zat net zo goed als dat Ruben volgens mij zei. Ja, Commie zat de hele tijd zo en zo en zo en zo. Dan denk ik, dan is dat het dus sowieso al niet. Dat heb ik daar dan bij dat soort dingen. Ja. Dat ik denk, iemand zei ook van Lancelot zit het hele seizoen aan zijn bril al. Ja. Dat doe ik ook vaak. Maar wel als mol zijnde is het toch wel heel makkelijk om die muziekvraag niet goed te hebben. Zeker. Commie beantwoordt dat gewoon goed. Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Commie die denkt, ik ga net zo lang draaien... en dan zeg ik gewoon... oh ja, ik heb hier min 2000 liggen, zal ik doorgaan? Ja, ga maar door. En dan heeft ze misschien wel de plus 2000 liggen, wat jij net zei. Ja, dus, dat zou ik heel stoer vinden. Ja, dat zou ik ook heel tof vinden. Nou, de min 2000 had zij niet kunnen hebben liggen, hè? Nee, oké. Maar wat vinden jullie... Ik vind trouwens, nu komt weer terug dat de mol... die moet echt een staaltje kunnen acteren. Ja. En ik probeer te achterhalen bij wie van de kandidaten heeft nou zo'n acteertalent. Want je moet gewoon in je rol blijven. Ja. Hebben jullie een idee van, nou, die van de vier lijkt mij de beste acteur of actrice? Nou, wat ik nog steeds het meest vreemd vind en waarom ik dus, denk ik, van alle kandidaten die er nog in zitten, het meeste de Ruben-tunnel in zou willen gaan, denk ik, is omdat de partner van Ruben best wel enigszins, in mijn ogen enigszins anders omschreef dan dat we hem tot nu toe gezien hebben. Niet constant. Daar zat ook echt wel dat ik dacht, dat geloof ik wel. Maar die omschreef Ruben op een dusdanige manier dat ik dacht, nou ja, maar zo heb ik hem eigenlijk nog niet heel erg gezien. Nee, oké. Dus ja, dan denk ik dat maar. En ja, misschien kan Lancelot ook best wel een staaltje acteren, want die kan ook best wel voor de klas bluffen, die zich ook wel een end door de ruimte heen, zeg maar. En die leerlingen vonden hem volgens mij ook best wel leuk en gezellig. Ja, ik heb zelf... mijn vrouw was er niet mee eens, maar ik vind Toos gewoon geen acteur. Ik zie hem niet... Ja, ik vind dat wel zo'n grappenmaker die alles achter een grapje kan verstoppen, zeg maar. Ja, dat is ook wel eens zo. Maar ik vind over het... serieus acteren? Ja, nee, ja, geen idee. Ik vind over het algemeen genomen Toos deze aflevering sowieso echt mega kandidaats. Ja. Over de hele korrel genomen, maar goed. Opdracht 3. De speed opdracht. Wie wil die aftrappen? Doe jij het een keer, Sam? Ja. Ik ben al constant aan het woordje. Zo, nou brand los. Ja. Hoe ging die opdracht, Sam? Hoe die opdracht in elkaar zat, dat weet iedereen. Want anders kijken en luisteren ze niet natuurlijk. We hadden twee speurneuzen, Commie en Ruben. We hadden drie personen die niet graag op de rem staan.
Dat waren Thomas, Toos en Lancelot. Het is wel eens fijn dat we gewoon eens een keer niet vier verschillende groepen hebben, maar gewoon groep 1 en groep 2. Ja. Ja. Twee mensen en drie mensen. Want er zaten er nog maar vijf in. Wat mij opviel hier, een aantal dingetjes. Ruben, maar wederom, dit wordt door Commie gezegd in de edit, dus vind ik het meteen al minder verdacht. Maar Ruben lijkt inderdaad niet heel veel te leveren in deze opdracht. Daadwerkelijk echt te doen in deze opdracht. Ook met dat autootje, ja, daar blijft dan de vraag, kan dat sowieso heel makkelijk en snel fout gaan? Ik denk het wel, want als je zo'n VR-bril op hebt, jij kunt die afstand kun je denk ik niet fantastisch inschatten, denk ik. Dan is er ook nog dat hele moment onder de auto natuurlijk. Hè? Was dat groen of was dat geel? Nou, op beeld zag ik het vlak voorbij schieten, net zo snel als dat Ruben dat zag en als dat Commie dat zag. Ik zag overduidelijk een groen vlak, maar echt overduidelijk. Ja, nog voordat zij, ik ook. Nog voordat zij de kleur hadden gezegd. Ja, maar wat hij waarschijnlijk zag, er hing iets van een geel laddertje of zo onder. Ja, ik denk dat dat... Het chassis, dus een heel stuk gewoon van de onderkant van de vrachtwagen, direct zeg maar in het midden van de vrachtwagen, daar was dat groene vlak was vrij klein. Dat was misschien een meter bij een meter of zo, denk ik. Zoiets. Ja, maar je zag het wel. Je zag het wel, ja. Maar dat was ongeveer een meter bij een meter. Dat schoot natuurlijk wel oprecht snel voorbij. Ik vond, meteen na de aflevering dacht ik, oh Ruben, super verdacht, waarom hebben we, oh, zie je nou wel. En toen ben ik gaan terugkijken, toen ben ik mijn video gaan maken, toen heb ik nog wat comments gelezen. En toen dacht ik, ja, dat die geel zegt is niet debiel. Want het hele chassis, het hele midden van die vrachtwagen, wat direct na het groene vlak komt, wat echt zo plop voorbij is, dat is inderdaad geel. Is geel, en dat is een gigantisch groot vlak. Dus ja, ik kan daar pas wezenlijk wat over zeggen als ik zelf zo'n VR-bril op zou hebben en dan een beetje kan inschatten hoe komt het beeld tot mij. Dan kan ik daar echt pas wat zinnigs over zeggen. Nou, Sam, bedankt voor je bijdrage. Ja. Dit was het einde van... Nee. Vorige week? Nee. Nee, dus, ik vind dat je het goed hebt gedaan. Dus dat vond ik minder verdacht dan dat ik aanvankelijk vond. Wat eigenlijk stiekem Toos ineens weer iets verdachter maakt. En Lancelot in deze opdracht. Want Lancelot zit in de bus. En Toos natuurlijk ook. En op een gegeven moment moeten ze die geschetste persoon moeten zij gaan matchen met iemand in de bus. Ja. Dan moet ik de naam even opzoeken, want die heb ik netjes opgeschreven. Dat is, ik zag hem net al voorbij schieten. Ernesto Tambiru. Ernesto Tambiru wordt echt direct gekozen door Lancelot. Die zegt, ja, dat moet dan die zijn, want er is er maar één. Dan zegt, ik meen Thomas. Nee, er zijn er twee met een bril. Oh, oké. En dan kijken ze nog een keer. Dan stellen ze nog een aantal vragen aan Commie en Ruben. Die geven daarop echt wel een heel goed antwoord eigenlijk. Een correct antwoord. Waarmee ik denk, als we die twee foto's als kijkers ook nog zien daarna, dan denk ik, nou sorry, maar dit was overduidelijk niet Ernesto Tambiru. Dit was die ander. Die krul en die snor, die beantwoorden ze niet. Ja, dat beantwoorden ze wel. No? Ja, dat het gewoon een borstelige snor was en geen krul erin. Juist. Het is een borstelsnor. Nou ja, dan zie je toch wel welke het moet zijn, lijkt mij. Alleen al met die zin. En toen zei Lancelot, ja, we kiezen wel voor Ernesto. Ja, dat is goed, zei Thomas toen. Dus daar is Lancelot heel verdacht. En Toos is natuurlijk stiekem toch ook wel heel erg verdacht. Omdat als Lancelot nou de mol is en Lancelot krijgt gewoon van Commie letterlijk de kans om zelf maar te bepalen of het geel of groen moet zijn dan. Want Commie zegt, ja, ik denk toch echt dat ik groen heb gezien. Maar ja, Ruben is echt overtuigd van geel. Weet je wat, maken jullie maar lekker een keuze. Want ja, ik kan dit nog 10 keer herhalen, maar daar komen we ook niet verder mee. Maken jullie maar een keus. En dan leggen Lancelot en Thomas leggen de volledige keus bij Toos neer. Met name Lancelot, die doet dat. Nou, ja, maar daarvoor had Toos al gezegd dat ze voor Ruben moesten gaan. Dus ze wisten al wel wat Toos ging kiezen. Daarvoor zegt hij al, nee, we moeten voor Ruben. En dan zegt Lancelot daarna, met die kennis, geeft hij alsnog de bal aan Toos. Van, nou beslis jij dan maar. Terwijl die, denk ik, donders goed weet dat Toos voor Ruben zou gaan. Nou, in ieder geval, dit was zowel voor Lancelot als voor Toos best wel verdacht natuurlijk. Omdat als Toos zijnde kun je,
als kandidaat kun je gewoon een random gok doen en kun je ernaast zitten. Je kunt als mol kun je een random gok doen. En dus je kunt het altijd uitleggen van ja, hallo, ik moest gewoon een naam roepen, weet ik veel. Maar ook vanuit Lancelot kun je zeggen, ja, dan kun je precies hetzelfde zeggen. Ja, wij moesten gewoon random iemand kiezen. Ja, dat hebben we dan maar gedaan, ja. Ja, ik vond Toos niet echt op een molle positie zitten achter dat stuur. Vooral omdat hij bijna alles goed deed. Oh, ja, ja, het had maar. Hij zat een paar keer echt 21. Ja. En ik denk, weet je, je hoeft maar heel even dan nog wel iets langzamer, wat bijna niet opvalt. En oh, sorry, ja, bocht, ja, hè, sorry. Nou, en dan was het al mislukt, hè? Ja, dan had ik het opvallende gevonden als hij bijvoorbeeld de eerste keer niet werd geflitst of zo. Maar dat deed hij ook meteen goed. Ja, ja. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar om maar dan even terug te komen dan op wat jij net zei, van hè, dat jij Toos daarin verdacht van... Café de Mol werd daar ook nog over gezegd. Dat was voornamelijk door die oud-kandidaten. Die zeggen ook van ja, jij wil niet naar de anderen al gelijk jouw verdenkingen ook uiten. Dus vandaar dat ook bijvoorbeeld een Lancelot zegt van... Ja, wat denk jij? Toos zegt ook zoiets van wat denken jullie... Omdat ze gewoon niet al bekend willen laten worden van ja, verdenken wij die persoon ja of nee? Ja, daar heeft er ook zeker veel mee te maken, ja. Je hebt liever dat een ander een antwoord geeft, want dan kun je controleren wat doet degene die ik verdenk nu. Ja, absoluut. Ja, maar dat waren ze natuurlijk allemaal wel een beetje aan het doen. En dat is dan ook weer het zure, dan kun je er dus vrij weinig uithalen, omdat er meerdere mensen dat aan het doen zijn. Ja, precies. De enige wat ik wel vond is Comidee wel echt veel dingen goed. Ja, die nam toch... Nam zij niet in eerste instantie dat schroevendraaiertje, waar was het mee? Ja. Dat kwam van Commie af. Ja, en toen moesten ze weer terug. Maar, de naam Ernesto Tambiru, waar die moersleutel aan vast had, die kwam van Lancelot en Thomas af. Dus ja, ja. Dan moest zij die wel meenemen, ongeacht of ze de mol is daar ja, of niet. Okay, ja. Ja. Ja, moeilijk. Maar ja, aan de andere kant... Ze zitten met een bom op de bus, dus dan kunnen we... Ik gok dat ze wel een knippertje nodig gaan hebben. Dat had je ook nog kunnen bedenken. Ja. En nog één laatste ding, voordat Dien zijn mooie, weet ik zeker, mooie ding erin gaat gooien. Nee, hij zit al mee te knikken. Hoe vet zou het zijn als die tekening, die zij dus als Ernesto hebben geïnterpreteerd, dus echt die zwart-wit stippeltekening, als die de ogen van de mol zou hebben, bijvoorbeeld. De echte ogen van de mol zou hebben. Hoe vet. En een opplaksnor en een brilletje erbij. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Heb je al gekeken, Wilbert, wie het leek dan? Commie? Nee, Ruben. Ruben wel. Ja? Ja, tenminste, als ik er iemand uit moet halen, is het dan of Ruben of Toos, denk ik. Kan het dan zijn. Ja, dus het is Lancelot. Ja. Dien, wat wilde jij wel zeggen? Ik zat echt een keer bij een opdracht op het puntje van mijn stoel. En ik weet dat we naar de mol zitten te kijken, maar ik had gewoon heel erg gehoopt dat de opdracht zou slagen. Ja. En ik weet dat de mol dat niet wil, ja. Maar ik was echt gewoon gefrustreerd dat ze het niet haalden. Ik denk, fuck, doe nou eens je best. Ja. Ja, er gaat gewoon een hoop mis. Ze verdienen gewoon weinig geld. En dat is goed voor de mol. Maar bij deze hoopte ik gewoon dat ze het zouden halen na alles wat ze hadden gedaan. En toch had ik aan het eind van deze aflevering een beetje het idee, en dat komt ook een beetje door die pasvragen en die vrijstellingen, hè, toen met Lieselot, waar de mol letterlijk aangeeft bij Gilles in een soort tussengesprek van ja, ik kan hier niet zomaar mollen in deze groep, het gaat gewoon niet. Ik had na deze aflevering, hoewel er dus bij opdracht 1 niks is verdiend en bij opdracht 3 niks is verdiend, en dat ging om grote bedragen, had ik toch een soort van het idee, we zitten met een beetje een angsthazige mol gewoon nog steeds. En ik weet niet waar dat aan ligt. Misschien aan het feit dat bij die tweede opdracht, waarbij de mol nou juist eigenlijk openlijk vol zijn ding kon en mocht doen. En ik zou daar gedacht hebben, als ik heel even om me heen had gekeken, oké, iedereen zit rare geluiden te maken, iedereen zit rare gebaren te maken. Dit gaan ze never nooit ontdekken. Want ja, hoe de hel... Nou, dan was ik ook losgegaan ook. En ik heb ergens dan, omdat hij bij die opdracht heeft de mol blijkbaar te weinig durven te doen. Want anders dan had er niet €500 verdiend geworden geweest, maar min 1500 of zo, min 2000 in totaal. Ik weet niet wat het is. Ik denk gewoon dat de andere kandidaten heel erg aan het mollen zijn allemaal. Ik denk dat de mol
die doet zijn uiterste best of haar uiterste best. Maar dat wil gewoon vaak niet of zo. Ik weet het niet. Ik weet het... Nou, het is jammer dat we geen dagboekje daarna hebben gehad. Hè? Dat wat de mol inderdaad dacht tijdens die opdracht. Ja. Die zijn leuk. Dat vind ik een leuke toevoeging. Ja. Maar dan had ook wel echt verduidelijk van... Ja, jongens, ze zaten zo op me te letten. Ik kon bijna niks. Ik moest wel heel snel stoppen, want ze zaten me zo te bekijken. Ja. En dan nog kan dat het iedereen zijn, hè? Ja. 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 Dus dat, ja, ik weet niet, dat begin ik gewoon jammer te vinden. En ik vond het heel tof dat er toen geen jokers gepakt werden, dat er toen geen vrijstellingen gepakt werden. Dat was inderdaad, zoals we toen ook al hebben gezegd, super verfrissend. Eens een keer. Maar het begint nu wel een beetje dat ik denk, nou, kom op mol. Zorg nou eens een keer voor, weet ik veel, €10.000 eruit of zo. Waar hoop je op de volgende aflevering? Wat zou je willen zien? Ik wil niet heel vervelend zijn, maar volgens mij had de pot nu iets van 70.000 kunnen zijn. En het is... Het is nog geen 20.000 wat erin zit. Nee, dat klopt. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar dat is natuurlijk wel altijd een beetje aan de orde. Met name in het begin van het seizoen. Als alle kandidaten zo een beetje gek gaan doen. En iedereen wil ze een keertje mollen. Want dan hoopt hij verdacht te worden. Wat niet wil zeggen dat het een slechte mol is. Want ik weet gewoon nog niet wie de mol is. Een hele dikke kans dat het een briljante laatste aflevering gaat worden. Met echt momenten en hints. En dat denk ik wel namelijk. En ik vind het ook echt wel een leuk seizoen. Maar ik heb gewoon een beetje het gevoel... de mol durft gewoon niet zo goed. En dat klopt misschien totaal niet. Maar dat is denk ik gewoon een beetje door hoe het geëdit is. Dat idee heb ik... dat idee heb ik eigenlijk niet. Maar ik heb meer het idee dat de opdrachten te moeilijk zijn. Dat kan ook. Ik moet wel zeggen, er zitten dit seizoen... dat vind ik altijd heel prettig aan de mol. Helemaal nadat het na Wie is de Mol op tv komt... Wie is de Mol zijn de opdrachten over het algemeen genomen redelijk basic. Nog steeds wel tof, maar redelijk basic qua uitleg. En meestal zitten ze of met 5 groepjes van 2 kandidaten die allemaal hetzelfde moeten doen. En hier is het altijd, je hebt 2 groepen, letterlijk altijd dit seizoen. Je hebt 2 groepen en dat wat groep 1 doet heeft invloed op groep 2 of andersom. Of alle 2 heeft invloed op elkaar. Of je hebt 3 groepen en groep 1 heeft invloed op 2, 2 heeft invloed op 3. En... ik heb nog niet heel veel opdrachten gezien dit seizoen bij de Mol, waarin ze gewoon met de groep iets moeten doen. Of waarin ze gewoon met 2 groepen hetzelfde moeten doen. En dat is niet erg, maar dat, ja, ik weet niet. Het is een soort gevoel dit seizoen of zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik vind het juist heel leuk dat ze dat zo doen. Ik ben je halverwege even kwijtgeraakt, Sam, want ik kom hier een spin naar beneden kruipen en die zit me aan te kijken. Dus ik ben even verloren, maar ik ben het vast met je eens. Laat het. Hij zit echt te kijken van je gaat niks raars zeggen. Laten we het gewoon op de stagiaires afschuiven, zoals altijd. Hè? Ja. Ja, dan krijgen we test en eliminatie. Ja. Oh, ik wil nog één ding zeggen, Sam. Die heb jij vast en zeker gezien. Heb jij gezien dat op dat toetsenbordje, die touchscreen in de bus... Oh, die eerste 4 letters, dat L-A-N-C. Ja. En de C ook nog. En daaronder staat E-O-T. Lank-ot. Ja. En ik moet het even terugzoeken, want misschien staat op dat toetsenbordje, als Corné zit echt te kijken van, waar hebben jullie het over? Ik heb het vanmiddag teruggekeken, dus ik weet precies waar het staat. Oké, ja. Het is echt C-A-N-L. Oh, nu zeg ik het. Lang. A-N-C-L, geloof ik. Dus er staat gewoon L-A-N-C op de eerste regel. Lans. En dan die andere 3 letters, die staan een beetje random. En er is geen tweede L, maar... die eerste 4 letters van Lancelot's naam op de eerste rij vind ik al heel bijzonder. Normaal heb je een toetsenbord met QWERTY of AZERTY, ja, Corné. Zie je, weer een cruciaal moment voor Corné's tunnel. Loopt hij. Daar is hij weer. Yeah. Ja. Normaal. Ik wil hebben. Ja, dat dacht ik al. Normaal heb je een toetsenbord met AZERTY of QWERTY. Dit was een toetsenbord en die begon linksboven met L, A en C. Dus alle letters zaten gewoon in principe gewoon raar random door elkaar. En dat moesten ze dan een bepaalde combinatie in tikken. En dan konden ze weer door naar het volgende gedeelte van de bom ontmantelen, zeg maar. Dat toetsenbordje. Ja, dat toetsenbordje. Ja. Het L-A-N-C stond niet in die volgorde, stond door elkaar heen, maar het waren wel die 4 letters. Ja. Oké. Oh, wat grappig. Interessant. Ja. Oké, nou weten we het weer. Oké. Nou, Dien, jouw favoriete onderdeel van onze podcast. Yes. Take it away. Oeh.
Ik wil even een hele kleine shout-out doen naar een reaguurder die vaak reageert op jouw video's en ook die van mij. Marco FD. Ja. Ik weet niet waarom niet Financieel Dagblad in zijn naam staan, maar het zal. Maar dat is, hij zit al vanaf aflevering 1 op Toos en ik ga hem nu vertellen. Toos is niet de mol. Oké. Comfort is ook niet de mol. Oké. Lancelot is ook niet de mol vanwege het lanceerplatform. En dat hij bij die bingo zat. Okay. Dus voor mij, het blijft echt Ruben. Maar kan er helemaal naast zitten natuurlijk. Maar voor mij is de mol Ruben. Ik heb daar letterlijk niks aan toe te voegen met exact, bijna exact dezelfde redenatie. Moet het in mijn hoofd althans, ik zeg niet dat het niet anders kan, maar in mijn hoofd moet het nu ook Ruben zijn. Met exact diezelfde redenatie die jij nou net geeft, kom je vanwege haar rode scherm. Je gaat mij niet vertellen dat ze tegen alle kandidaten zeggen, jullie krijgen de kans om iets aan te passen en dat de mol dat dan sowieso gaat doen. Want dan zeg je dat op een andere manier. Dus commie is het niet. Ze heeft wel een hoop informatie, dat blijft zeker, denk ik wel. Zeker, ja. Lancelot inderdaad, 5000 euro laten liggen bij die pasvragen. Luister, als die daar echt een mol is, dan durf je echt wel een pasvraag op te pakken. Om te kijken van, nou, dan wil ik er even een vast hebben gehad. Dan ga je dat niet doen. En ik heb dat dagboek nog een keer teruggekeken, die daarna komt. Ja. En echt wat er daar wordt gezegd, ik vind dat gewoon niet bij Lancelot passen. Nee, oké. Met groepsgevoel en zo. Ik denk ja, dat er niks mee te maken dat hij daarnaast stond. Nee. Ja, en dan blijft Toos over. Ja, en Toos is gewoon ja, te kandidaat nu deze aflevering. Het kan, maar hij is te kandidaat. Dus inderdaad, Ruben Corné. Nou, ik zeg gewoon weer Lancelot. En eigenlijk ook om voornamelijk gewoon eigenlijk door alles wat hij doet. Maar even om op jullie terug te komen van dat jullie Ruben verdenken. Ja, weet je, zijn hoofd is saus. Dus hij weet niet op wie dat hij moet gaan. Dus hij gaat zijn eigen gewoon lekker verdacht zitten maken. En daarom denken jullie dat Ruben de mol is. Maar dat is niet. Het is Lancelot. Oké. Het zou heel goed kunnen. Maar wat hij dan bij dat lanceerplatform heeft gedaan, dat vond ik echt. Ja, dat vind ik dan ook echt idioot. Maar hey, het kan, ja. het kan. Ja, maar ja, ja hij wist natuurlijk dat die opdracht nog kwam met dat kaartspelletje. Maar ja, daar durfde hij ineens niet meer. Nee, oké, maar dan ga je geen 5000 euro verdienen. Ook al weet je dat ding met die kaartspel komt, want bij de kaartspel kon er geen 5000 uit. Er kon wel veel uit, maar geen 5000 volgens mij. Nou. Maar het zou nog steeds niks plaatsen als hij het 2000, dus volgens mij 10.000 wat eruit had kunnen gespeeld worden. Ja, maar die 5.000, dat was echt op de makkelijkste manier ooit was dat eruit. Sterker nog, als je zo'n pasvraag letterlijk indrukte of oppakte, dan was het al gedaan, zonder dat je hem zou houden. Ja. En als een andere kandidaat tegen jou zegt, ja, weet je, ik snap het ook, als jij ze alle twee wil pakken, pak ze dan maar gewoon. Dan had ik ze, ongeacht of ik kandidaat of mol was, had ik ze ook gewoon echt gepakt. Ja, dus dat is op de makkelijkste manier ooit is daar te mollen. Dus ik denk dat Lancelot daar dacht, oké, weet je wat? Ik ga ze niet pakken, want dan verdienen we geld. En dan ben ik heel benieuwd hoe de mol zich voelt, denk ik. Maar hey, misschien zit jij daar bang on, misschien zitten wij goed. In die Ruben-tunnel wel een beetje bang voor word, als ze dan de regie laat zien dat Thomas voor zijn test zegt van, ja, ik vind Ruben te verdacht of ik verdenk Ruben helemaal niet. En dat hij er dan uitvliegt, dat vind ik een beetje te opvallend. Ja, hè? Daar word ik een beetje bang voor. Ja, dat vond ik ook wel... Dat zat er zo duidelijk in, dat ik dacht... Ja. Of ze... Is het straks gewoon commie? Ja, dat zou ik echt heel lullig vinden. En niet omdat ze een rood scherm heeft. Ja, alleen vanwege dat even. Nee. Dat meen ik oprecht. Als ze de mol een rood scherm geven, daar hoop ik... En dan weet jij, Corné, daar hoop ik al jaren op... Dat ze de mol een rood scherm geven en dan hup, direct is de mol weer terug. Dus die heeft eigenlijk het spel niet verlaten. Ze heeft alleen, of hij heeft alleen een rood scherm gezien. Alleen gewoon ja. De manier waarop deze ging, door tegen iedereen te zeggen, als jullie een risico willen nemen, dit is het moment. Want je kunt je eigen toekomst, kun je nog, of je verleden kun je zeg maar nog een keer aanpassen. En als dan sowieso iedereen al weet van de productie, de mol gaat dat aanpassen. Ja, dan ga je zoiets niet op die manier brengen, vind ik. Nee. Maar goed, dat hebben we nou al, denk ik, al wel 10 keer gezegd in de afgelopen paar afleveringen. Ja. Oh, hè. Ja,
Het is verrekt lastig. Ik wil nog één ding weten, want we weten inmiddels wie dat wij allemaal denken dat het wel is en wie dat wij... Nou, Corné, wie denk je dat het niet is? Nee, dat weten we ook wel. Iedereen behalve Lancelot. Ja. Ja, zie je wel. Dat is simpel. En bij ons is het iedereen behalve Ruben, want wij sluiten al die anderen uit om verschillende redenen. Ja. Ik wil alleen even weten, wie wordt de volgende? Wie wordt de laatste afvaller voor de finale, Corné en Dien? Lancelot. Ruben. Tommy. Spannend. Mannen, heel hartelijk dank voor deze... We zitten voor het eerst over een uur heen. Potverdorie. Ja, voor het eerst. Heel hartelijk bedankt voor deze uurdurende heerlijke nabespreking van De Mol, aflevering 6, seizoen 11. Heel graag tot volgende week. Ja. Bye bye. Doei.